overkant van de Rijksstaak. Brandenburger Toren. Plaats is 18 maart. Hier staan we in het voormalige Oost-Berlijn. Dit zijn de ambassades hier. Dat is de Fernsehtower van de televisie. Universiteit. Dat is het museum. Dat is het Berliner Schloss. Dat is helemaal gebombardeerd en nu hebben ze dat helemaal nagebouwd. Omdat hier grote plaat is, alles is hierbij. Hè? Dat is het museum. Charlottenburg. Nu zijn we in Potsdam, 30 kilometer van Berlijn. Hier hebben vroeger veel Hollanders gewoond. Ah, hier links is het Palais Sanssouci. Dan gaan we Stevens allemaal bezoeken. We zijn dus in Potsdam. En Potsdam, dat ligt op 900 en een beetje meters hoog. Allee, vandaag hebben we chance met het weer, het zonnetje schijnt. Kristal. One ice, ice in two tasks, by these. En the other vase is like a dream. Ja, van hier die zon. Russen hebben alles meegenomen. Heeft een 200 bij. Met de vloer nog op zijn neus. Ja. Dit is de mooiste zaal. Dus echte marmer ingelegd. Ook echte pilaren. Origineel. Echte kristallen luster. Allemaal echte pilaren. Verbetering zuilen.
kom. En de luster sprak. Dit was de mooiste en laatste kamer. Met de ooievaar. We zijn terug buiten. Dus dat deel hebben we zojuist helemaal bezocht. Binnen. Hier is een begraven en hier liggen de hondjes. Zijn hondjes. Die bakken dat ze nu allemaal planten ingepakt om niet kapot te vriezen. Achter die deuren, die zijn nu gesloten, want dat zijn wijnranken. En tussen die deuren, dat zijn appel- en perenbomen. Sans souci. Dat is de Brandenburgerpoort. In Potsdam. Het is hier een Hollandse wijk. Nog altijd. Altijd nog in Potsdam. In de Hollandse wijk. Van het communisme. Ah, zijn daar Russen? Ja. Er zullen Duitsers en Russen zijn die hier samen liggen. Ja. Dat is de Franse kerk. Dit is het nieuwe gedeelte van Potsdam. Dat is een stadhuis. Potsdam, de stadsplaats. Plein, de economie, op het economisch gebied, op alle mogelijke. Dat was in het Trip Tower Park. Dat zijn monumenten van de Sovjet-Unie, het einde van de oorlog. Duizenden sneuvelden liggen hier begraven. Dat is de rivier, de Spree. Dat is een muurstuk van de muur nog. Dus de rivier, de Spree, is de natuurlijke grens tussen Oost- en West-Berlijn. Rechts de muur en links de muur. Tussenin is het Niemandsland. En links is de Spree. Dat is de natuurlijke grens tussen Oost- en West-Berlijn. Dat was dus Oost-Berlijn over de rivier.
Dat is een broer. Ik ga het over liggen. Aan de Russische kant van de muur was niet beschilderd. Dat mocht niet van Rusland. Aan de westelijke kant was ze helemaal beschilderd. Dat is de U-baan, die gaat naar de Zoo. Dat is de Sony Building. En na de oorlog heeft Japan hier veel geld ingestoken om dat hier allemaal op te bouwen, want dat lag hier allemaal plat. Thank you.